Elisabeth, we snel. Zijn we nu al aan het filmen? Ja, we zijn aan het filmen. Dacht je nog steeds portretfoto's aan het maken? Nee. Ja. En maar ik kom hier even binnen denderen, want ik sprak van de week Steriel Anteunissen. En die heeft echt helemaal niks met jou te maken, zou ik denken. Maar jullie hebben allebei kinderen op de vrije school, begreep ik. En, ja, klopt. En ja, nu vertelde hij, dat vind ik echt een interessant ding, dat jullie een school gaan beginnen. Een school. Een school. En dat vind ik best, als een onderneemster dat doet. Ja, dat vind ik wel... Tijd over? Nee. Maar dat maakt me nieuwsgierig, want kijk, je doet natuurlijk hier een speelgoed en allerlei kinderartikelen en duurzaam. En dus het verbaast me helemaal niet zo dat jij bezig bent met pedagogische zaken. Maar vertel eens, wat is het plan? Ja, nou ja, ik kom wel uit dat onderwijs, dus het was wel gewoon... Ergens zit wel een link. Ja, oké, okay, dat wist ik niet. Maar zullen we even daarin lopen? Ja, is goed. Nou, die school, het gevoel was... Dat het anders kan dan hoe het nu gaat. En hoe gaat het dan nu? Want de vrije school, refereer je daaraan of het onderwijs in het algemeen? Nee, gewoon het onderwijs, het systeem, zeg maar. Daar heb ik wel heel veel moeite mee. Gewoon omdat ik daar niet in paste als kind en dat nu ook bij mijn eigen kind zie. En ben je raar geworden daardoor of zo? Nou nee, maar ik heb er wel last van gehad. Ja? Maar je bent een goede onderneemster geworden, je bent een gezonde moeder, je bent hartstikke vrolijk en actief. Wat is er dan niet? Ja, maar toch wel gewoon het mogen zijn wie je bent en de ontwikkeling... Ja, weet je, in het onderwijs moet je gewoon dat, omdat dat bij die leeftijd hoort. En dat moet nu met je boek open, op dit moment. En iedereen doet hetzelfde. Maar je bent allemaal anders. En dat is natuurlijk wel wat ook niet altijd in het huidige onderwijs kan of plaats voor is. Of genoeg kennis voor is. Maar wat wij wel heel graag willen, ja. En ik kan dat ook niet op de vrije school? Want hier staat het toch wel bekend, omdat er best veel vrijheid van individu is. Daar kan het al veel meer, ja. Ja, en... Onze dochter zit echt, en de dochter dus ook van Steriel, zit echt bij een fantastische kleuterjuf. Dat is echt heel dankbaar voor. Maar dan nog wel, het kan nog beter. Maar hoe, het moet natuurlijk ook niet een filmpje van 10 minuten worden. Maar kijk dan kort samenvatten wat jullie plan dan nu is en met wie en wat en hoe en zo. Ja, we zijn wel bezig met Steriel Anteunissen dus. En een vriendin Linde Kelhoer. En zij komt ook uit onderwijs, allebei ook hè. Steriel en Linde zijn allebei ook leerkracht geweest. En hij werkt dus, nog bij studiebegeleiding. Ja, Educonsult. Sorry. Ja. Maar het is gewoon dat we heel erg het gevoel hadden dat als ik dat hier besprak met mensen, dat het ook heel erg leeft. Dus dat mensen graag willen dat er wat anders komt. En op basis daarvan zijn we met elkaar om de tafel gegaan en gaan zeggen van nou, wat moet er dan anders? Wat zegt ons gevoel en wat is haalbaar? Nou, dat is meer kindvolgend. Dus volgen, wat is het kind? Waar ligt de behoefte van het kind? Wat wil een kind? Leren vanuit verwondering. Dus als je... Als kind een spin in de klas ziet lopen, dan heb je zo'n kleutergroep. Er is een spin en als je die dan vangt en de poten gaat tellen, dan leer je veel meer uit interesse op dat moment. En niet omdat je nu in dit boek een spin staat. Okay. Even een kort voorbeeld. Als een voorbeeld. Klinkt maar, ook wel een beetje zweverig. Maar een school beginnen, dat is toch... Nee. Kijk, als ik zeg van ik ga eens een school beginnen, dat mag toch niet zomaar? Of mag dat wel gewoon? Nou, je moet wel aan wat regels voldoen, maar... daar zijn we ook aan het onderzoeken. Worden we een school gefinancierd vanuit de overheid of niet? Want dan moet je dus aan heel veel regels voldoen waar wij niet zoveel voor voelen. Zoals toetsen en die doelen. En zijn de meeste scholen, het openbaar onderwijs, dat is bijna allemaal overheid? Ja, er zijn dus ook wel veel particuliere scholen. Maar dan zit je wel met een financieel ding natuurlijk. Ja. Maar we zijn nu vooral bezig met... We hebben heel erg het gevoel dat we nu moeten delen. Het moet nu naar buiten, want het leeft. Er zijn veel meer mensen die het gevoel hebben... Ja, maar dat zei Steriel ook. Hij zei, er komt een Facebookpagina. Vandaar dat ik daar nu even vandaag... Want ik vind vrijdagavond, het wel leuk om een soort primeur... Heeft het ook al een naam of zo? Ja, de Nieuwe School Walcheren. De Nieuwe School Walcheren. Ja, okay. Dat komt vrijdagavond online. En ja, we hopen gewoon... In januari willen we graag een informatieavond doen. Een bijeenkomst. Dat iedereen die interesse heeft... mag komen en er zijn wellicht ook mensen die zich aan willen sluiten. Leerkrachten, orthopedagogen, mensen met kennis of het gevoel wat ze kunnen betekenen. Ja, want je zit dus eigenlijk in die fase. Het is nog niet 100% zeker dat het er ook komt. Dat, nou, of dat wel? Gevoel hebben we wel hoor. Oh ja? Hoe dan ook, links of rechts, om jullie gaan dit doen. Ja. Oké. Maar dan vraag ik me ook af, want daar komen we dan nog wel op terug. Ik zit natuurlijk niet zo met Wij zijn de stad in het onderwijs, maar het is wel een walgels gebeuren als ik het zo begrijp. Ja. Dus het is super interessant. Ja. Maar wat betekent het voor jou als onderneemster? Want hoe lang ben je nou met Bips bezig? 2 jaar. Ik moet altijd nog een beetje lachen om Bips. Ik ben een klein jongetje, blijf ik. Maar gaan de zaken goed? Ben je blij? Ja, want heel goed. Ja, vroeger had je natuurlijk speelgoedwinkels in de stad. Die zijn er niet meer. Nou ja, nee. Jij hebt ook best veel speelgoed. Ja, heel veel. Maar
het is natuurlijk, jij hebt niet het keiharde games en dat soort dingen. Jou zit er wel duurzaamheid in en dat soort. Ja, en ook wel bekende merken, maar niet die je overal vindt. Veel merken die want je ik zie daar Nederland niet. Klaas Klauteren, Haba. Is Haba, is dat een... Ja, spelletjes. Is het een bordspel? Ja, zijn hele leuk. Oh, behendigheidsspel, ja. Ja, kijk eens. Een bobbel. Ik voel iets onder mijn voet. Een houten racebaan of een treinbaan. Ja. Die ken je toch nog wel van vroeger? Ja, natuurlijk. Ik heb ook nog wel... Ja, knutselspullen. Ik zat vooral altijd in de Playmobil en dat soort zaken. Ja. Dat is... Oh ja, nou, dat is ook leuk. Maar dat heb ik niet. maar de winkel blijf je gewoon voortzetten. Natuurlijk. Dat doe je ja. er gewoon naast. Ja, wat? Ja. Maar ik denk dat ze zomaar even een school gaan runnen. Daar heb ik altijd wel wat tijd voor zitten. Nee, maar ik weet ook niet of ik hem ga runnen. Oh, ja, jij zet het op. Ja, maar jij bent ook weer betrokken bij dingen als de trekdijk en noem maar op. En jij bent... en jij hebt hoeveel kinderen zelf? Drie kleintjes, ja. Oh, die energie van de jonge mensen. Ja, dat... Ga je ook nog eens op vakantie of zo? Ja, dat ook nog. Dat combineer ik dan wel met een beurs in Duitsland. Maar weet je, dat is dan toch vakantie. Nou, dat is heel goed. Nou ja, het is even schieten nu eigenlijk alle kanten op. Maar ik vind het toch een heel leuk nieuwtje. En ik vind het ook heel bijzonder, zoiets. En ja. Nou ja, keep us posted. Vanaf morgen kunnen we dus een Facebookpagina volgen. Vrijdag. Vanaf vrijdag? Ja, vrijdag. Oh, ja, het is nog maar voor vrijdag kan je natuurlijk gewoon cadeautjes komen kopen. Ja, maar dat ik heb... Nee, dat ga ik niet voor mijn vriendin doen. Maar ik heb ook geen kleine neefjes of zo volgens mij. Niet dat ik weet. Nee. Maar mensen kunnen dat doen. Hè? Iedereen. Heb je toch nog wat commercieels gezegd? Ja. Dankjewel en veel succes met alles. Dankjewel.